Ken je het verhaal van dit kattenkistje uit Museum Rotterdam? In de oorlogsjaren wordt voedsel schaars en minder smakelijk. Toch is tot eind 1944 vrijwel niemand ondervoed. In september loopt de geallieerde opmars vast bij Arnhem. Het westen van Nederland raakt geïsoleerd en de voedsel- en brandstofvoorziening stokt. In de grote steden breekt nu hongersnood uit. Wanhopig zoeken mensen naar alles wat dan ook maar enigszins eetbaar is. Zelfs tulpenbollen komen op tafel. Ook huisdieren zijn niet veilig. De eigenaresse van dit koffertje gaat regelmatig op kattenjacht. Er past precies een kat in. Ideaal om ongezien gevangen dieren naar de waterstoker te brengen. Deze tovert ze om tot konijnenvlees. Een ander bijzonder verhaal is de geschiedenis van deze afscheidsbrief in het Nationaal Monument Oranje Hotel. Het einde is daar. Ik word om 9:30 doodgeschoten. Dat is een hard woord, liefste, als je het zo ziet staan. Maar het heeft niets te betekenen. Eens gaan we toch allemaal. Zo schreef Henny Middendorp in zijn aangrijpende afscheidsbrief aan zijn verloofde Adriana. Henny zit sinds 27 februari 1943 in het Oranje Hotel. Hij is opgesloten vanwege betrokkenheid bij de Haagse communistische verzetsgroep De Vonk. Henny haalt veel steun uit de gedachten aan zijn geliefde. Hij wordt op 30 juni 1943 op 23-jarige leeftijd op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Zonder kennis van het verleden, geen begrip van het heden. Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog komen deze verhalen en vele andere opnieuw tot leven bij een bezoek aan een van de musea en herinneringscentra. Nieuwsgierig geworden? Volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod aan exposities en activiteiten naar de website tweedewereldoorlog.nl.